De Tielse zanger Bob Gewoon Anders heeft een bijzonder project afgesloten in samenwerking met het ROC Rivier in Tiel. Wij zijn hier voor mijn nieuwe single Popster. Die gaat over een aantal maanden, of misschien wel volgende maand, uitkomen. Zijn er van het vak mediavorming, zijn er 40 leerlingen die gaan mij singlehoes maken. Hebben ze een ontwerp gemaakt en dan gaan we vandaag de beste uitkiezen die ook daadwerkelijk in de winkel komt. Nou, studenten zijn afgelopen maandag begonnen. Bobby heeft ons een pitch gehouden. Na die pitch zijn ze gaan conceptualiseren. Ze hebben een moodboard gemaakt van de sfeer, impressie die ze willen neerzetten. En uiteindelijk hebben ze verschillende ontwerpen gemaakt en dat zijn de uitingen die Bobby wil hebben. Met name de cd-hoes, straks ook zijn fotokaart, visitekaartje, zijn Facebook-account. En eigenlijk de complete huisstijl die Bobby zo meteen wil neerzetten met zijn nieuwe album. Met mijn single wilde ik meer Tiel erbij betrekken. Daarom ben ik ook naar het ROC Rivier gegaan. Ik heb afgelopen jaar bijna niks in Tiel gedaan. En ik wilde daarom, omdat ik natuurlijk ook een Tielse jongen ben, wilde ik ook de stad erbij betrekken. Dus vandaar dat ik ook de jeugd erbij heb genomen. Vrijdag 26 april beoordeelde hij en zijn management de verschillende ontwerpen tijdens een presentatie op het ROC Rivier.